Het is nu al jaren duidelijk dat Marco Borsato wordt vervolgd vanwege een zedendelict met een destijds minderjarig meisje, maar het proces duurt eindeloos lang. De zaak dient naar verwachting pas volgend jaar en een eventueel hoger beroep is dan pas in 2026 aan de orde. En al die tijd horen we helemaal niks van de zanger. Gaat dat veranderen? Zien we Marco na de zomer misschien in de nieuwe talkshow van Eva Jinek zitten? We hebben even contact gehad met zijn advocaat Geert Jan Knoops en met zijn vrouw Carrie, want ja, hoe staat het er nou voor en hoe lang moeten we na de zaak van Ali nog wachten op de zaak Borsato, al dus Evert Zantengoets aan de desk van Show News? De privébaas vervolgt, nou, nog een hele tijd, want ze hebben onderzoekswensen ingediend, daar kijkt een onderzoeksrechter naar en als dat allemaal achter de rug is, dan pas wordt een zittingsdatum vastgesteld. We kunnen nu wel met zekerheid zeggen dat het inderdaad 2025 gaat worden. De kans dat Marco in een talkshow gaat zitten is heel klein, al dus Evert. We vroegen nog een beetje door over Ali B en zijn zaak en of dat hen op andere gedachten gebracht heeft. Nou, dat heeft het inderdaad, want de rechter heeft later gezegd dat Ali niet gestraft is door alle extra publiciteit omdat hij die zelf ook opgezocht heeft. Dat kunnen we van Marco niet zeggen. Die heeft echt nooit iets gezegd, nooit. Al zou hij van de daken willen schreeuwen, je mag alles over me zeggen, maar niet dat ik aan kinderen gezeten heb, maar op advies van zijn advocaat heeft hij altijd zijn mond gehouden. Waarom Marco dat advies krijgt? Nou, om een rechter niet zo ver te krijgen dat hij weer zegt van: "Je hebt zelf ook de publiciteit gezocht, dus daar moet je nu niet over zeuren." En dus zien we Marco straks niet aan tafel bij Eva Jinek of een andere talkshow host. Tot de zitting gaat hij dat weten we echt 100% zeker echt niet zeggen. Bram Moskovic vindt dat prijzenswaardig. Dat is ook verstandig. We hebben Thijs Reumer gehad met zijn zonnebril die niets zei. Dat vind ik op zichzelf dan nog beter dan Ali B. die elke dag een persconferentie gaf bij wijze van spreken. Je ziet ook dat dat niet goed heeft uitgepakt. Over het algemeen nam ik ook altijd het woord voor mijn cliënt. Ik liet nooit iemand in een talkshow zijn verhaal vertellen. Dat deed hij in de rechtbank. Ik zat wel eens in een talkshow namens mijn cliënt, maar dan kan hij ook geen fouten maken.